ligt het klooster van Montesillon. Daar ga ik naartoe. Nou, hier ben ik aangekomen bij het Sanctuary de Montesillon. Dat is voor mij natuurlijk een bekende plek, maar blijft altijd mooi. En het mooie uitzicht. Het is een beetje heijig. Rusten. Nou, ik ben hier bij het klooster van Sion. En dit wordt mijn kamer. Karic, dat schijnt een plant te zijn hier. Nou. Nummer 6. Grappig, hè? Dit is een soort zithoekje. Nou, er zit alles in, een ijskast. Bedruimte, slaapkamer. Nou, het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Toiletruimte, de douche. Nou, het is grandioos. Heel leuk. Ja, dat is heel authentiek hier. Ik ben hier al veel keer geweest met de fiets uiteraard. En hier heb je een oude waterpomp. Kijk, die is er ook nog. En die werkt ook nog, heb ik het idee. Ja hoor. Ja. Nou. Ja. Dit wordt dus mijn eerste kloosterovernachting. Nou, dit is wel de meest bijzondere. Van de vier die ik wil gaan doen. Kijk, dat is hier. Ik ben hier in de buurt van Zes Salines, waar ook die zoutmijnen zijn, of tenminste die bergen die met dat zout. En dat is hier een natuurgebied. Zouden hier ook flamingo's kunnen zitten. Dat is heel mooi hier. Even een uitstapje. Op weg naar een geocache die ik moet oplossen hier. Maar dit gebied ken ik niet.